Kijkers Botlek TV, Link Media, hartelijk welkom hier in Spijkenisse. Achter mij metrostation Spijkenisse. De lijn die Spijkenisse verbindt met Hartje Rotterdam. In pakweg 22 minuten zit u vanuit hier op het Zuidplein, stapt u uit, gaat u lekker winkelen. Maar waarom zou je het doen? Je hebt ook hele mooie winkels natuurlijk in Spijkenisse en omgeving. Je kan naar het Theater Zuidplein. Waarvoor zou je er naartoe gaan? Want we hebben hier natuurlijk Theater De Stoep. Er zijn altijd wel redenen om toch even naar Rotterdam te gaan. Ja, en dan heb je dat metrostation nodig. Dit metrostation is één van de drie bovengrondse stations in Spijkenisse. We hebben Centrum, we hebben Heemraadslaan en we hebben De Akkers. Een ontwerp van architect Carl Weber. 25 april 1985 is het geopend. Het heeft ook de Staalprijs gewonnen. Een prestigieuze prijs. En dat was in 1986 een nationale prijs. Dus daar is iedereen trots op in Spijkenisse. Maar waarom bestaan we hier dan? Nou, niet alleen om het mooie plaatje te laten zien, want vanaf afstand ziet het er goed uit. Maar kom je dichterbij, het is zwaar vervuild. En niet alleen de reizigers maken er een rommeltje van. Het zijn vooral vliegende ratten. De duiven. Die maken er een ontzettende poepgoeie ellende van. Oftewel, overal zie je de duivenstront. Je zakt er nog net niet tot je enkels in vast. Maar toch, het stinkt. Het is smerig. En met de vogelgriep in het achterhoofd moet je toch ook eens nadenken van, moeten we het niet eens heel goed aan gaan pakken. Ja, en dan staan er van die staafjes natuurlijk rechtop. Nou, daar trekt een duif zich niets van aan. Er is altijd wel een gaatje om erachter te kruipen. Dat zijn wat dat betreft hele intelligente beesten. Met 13.000 reizigers per dag is het een van de meest drukke metrostations op Zuidplein en Centraal Station natuurlijk. Nou, wij zouden u graag meenemen naar boven. We zouden u graag meenemen door het hele station. Afgelopen zondag één grote bende. We kwamen hier om na de Nationale Staalprijs ook de Gouden Eikel uit te reiken. De Gouden Eikel voor het meest smerige station. Maar wat gebeurt er deze ochtend? Men heeft voorkennis, men wist dat Botlek TV zou komen. Twee ploegen, één van Rijnes en één van de RET met karretjes, hebben de boel redelijk schoongemaakt. Redelijk zeg ik, want als ik zo zou stoffen thuis, word ik eruit gegooid. Het is nog steeds smerig. De foto's tussen deze reportage door, die laten dat zien. Maar toch, we zijn best wel blij en tevreden dat men zijn verantwoordelijkheid heeft gepakt. Maar ja, op enig moment wordt het toch wel weer een grote bende. Dus, de nominatie voor de Gouden Eikel is voor de RET. Je krijgt hem alleen nog niet. Je moet er wel wat voor doen. En je wil hem niet hebben, dus dan moet je de boel schoonhouden. Ja, kijk eens, Botlek TV, Link Media, u zult vast en zeker ook zelf ervaring hebben opgedaan. Misschien niet alleen hier op dit metrostation, maar elders. Laat het ons weten en we nemen een kijkje. Met enige regelmaat zoeken Roel van Deurs en Joop van der Hoor genomineerden voor de Gouden Eikel. En die Gouden Eikel die krijg je als je langdurig niets hebt gedaan. En niets hebt gedaan aan onderhoud, aan schoonmaak. Aan dat soort zaken, moet u dan denken. We horen dat graag en wij nemen dan een kijkje. De RET was genomineerd, blijft genomineerd. Want het is, ondanks het feit dat hier net een schoonmaakploeg bezig is geweest, blijven toch een smeer en rommeltje. Het kan beter. Het moet beter. En wij komen terug. Dit was Botlek TV, Link Media. Tot de volgende keer. Tot de volgende Eikel.